scheiden. Dat wil ik ook. Componist Joop Stokkermans is donderdag op 75-jarige leeftijd overleden. Hij had al enige tijd gezondheidsklachten die de afgelopen dagen snel ernstiger werden. Joop Stokkermans was landelijk bekend als componist en was in Os betrokken bij 3 grote musicals van Stichting Os Cultureel. Stokkermans maakte de muziek voor Villa Johanna, Hotel Johanna en Octopussy. In de nieuwste productie, Revue Os Anno Nu, die 7 november in première gaat, zijn 21 door Stokkermans gecomponeerde liedjes de muzikale basis en onderdeel van de verhaallijn. Dit is gedaan als eerbetoon aan het indrukwekkende muzikale oeuvre van Stokkermans, waarvoor hij in Nederland veelvuldig is onderscheiden. De familie Stokkermans heeft de wens uitgesproken dat alle repetities en voorstellingen gewoon doorgaan. De bestuurder die in 2010 de Lidse Marion Hilker doodreed, is toch veroordeeld voor dood door schuld. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Bosch donderdagmiddag. De rechtbank vond vorig jaar dat de bestuurder hier niet schuldig aan was, omdat hij het slachtoffer vermoedelijk niet gezien had. Marion Hilker werd 's avonds aangereden toen ze vlakbij haar huis de hond uitliet. De bestuurder van de auto bleek te veel gedronken te hebben. Het hof oordeelde dat de Littenaar haar gezien had als dit niet het geval was geweest en vindt hem daarom schuldig aan het voorval. De bestuurder heeft een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden opgelegd gekregen en een taakstraf van 240 uur. Ook krijgt hij een rijontzegging van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ik had liever gezien dat hij in plaats van 240 uur taakstraf, dat hij een paar maanden had moeten zitten. Naar mijn idee heeft dat meer impact als alleen maar een taakstraf, dat je een jaar lang op zaterdag de plantsoenen mag gaan schoffelen. Maar ja, goed, we zullen het hier mee moeten doen. Voor weduwnaar René Hilker is het gemis van zijn vrouw nog altijd erg groot. Ik ben gewoon helemaal geamputeerd. Ik bedoel, Mion en ik waren maatjes voor het leven, om het zo maar te zeggen. En ja, vlak voor haar dood hadden we onze plannen klaargemaakt voor de toekomst. En dat we ook wat rustiger aan moesten gaan doen. We werkten ontzettend hard. En ja, dat heeft nooit mogen gebeuren. Sterker nog, ik moet er nu alleen nog maar harder aan trekken om alles voor elkaar te krijgen. En het kostte heel erg veel energie. Het echtpaar runde samen een reclamebureau. Hilker mist daarom niet alleen zijn echtgenote, maar ook zijn zakenpartner. Aangezien wij 24 uur per dag bij elkaar waren, we wonen en werken in hetzelfde pand, heeft dat tot op de dag van vandaag en in de toekomst blijft dat zijn impact houden. En het blijft heel erg zwaar. En ja, ik kan niet zeggen dat het veel minder wordt. Hilker wil wel benadrukken dat het niet alleen om zijn gevoel gaat. Ik merk gewoon in 2,5 jaar tijd wordt letterlijk de camera gericht op mij, of gefocust op mij. Maar de kinderen die worden daar bijna wel eens makkelijk vergeten. Er wordt gewoon niet aan gedacht. En die jongens hebben er gewoon allebei ontzettend moeilijk mee. Ze misten de moeder natuurlijk, ja, waanzinnig. En ten tijde van het ongeluk woonden ze allebei nog thuis. Dus ja, de impact voor hun is ook heel erg groot. Inmiddels wonen ze ook allebei op zichzelf. En ik merk gewoon dagelijks nog dat zij de moeder ook gigantisch missen. En dat maakt het voor mij ook heel erg moeilijk. En voor nu de uitspraak is geweest, waar hoopt u nu op? Ik hoop op wat meer rust en dat ik mijn leven weer een beetje kan oppakken. Ontwerp en maak een wensboom die Stichting Leergeld kan gebruiken om geld in te zamelen. Dat was de opdracht voor 4 leerlingen van de afdeling Vorm en Ambacht van het Hooghuis locatie West. Donderdagmiddag werd het resultaat gepresenteerd. Het is een nogal aparte boom geworden. Het zijn handjes voor de mensen te helpen en zo. En dat mensen, hand is toch altijd wel van mensen helpen en dan geef je iemand de hand of zo. En dus de gedachte erachter. Ja, geen blaadjes, maar honden deze keer. Ja, en dan in de vorm van blaadjes met die karteltjes erin en zo. Stichting Leergeld wil de boom gaan gebruiken bij diverse evenementen waar ze naartoe gaat om geld in te zamelen voor de stichting. Het moest dus ook een praktisch en handig ontwerp worden. Het moet een boom zijn die wij meenemen naar allerlei activiteiten. Als we ergens naartoe gaan, is dat onze manier van mensen te stimuleren om ons te helpen. En dat is dan vaak in financiële zin. Stichting Leergeld probeert de kinderen uit minima gezinnen tot 110% zodanig financieel te steunen dat zij alle dingen die met school, met ontwikkeling, met ontplooiing te maken hebben, dat ze dat ook werkelijk kunnen doen. Aan de leerlingen dus de taak om met een creatieve oplossing te komen. En dat past volgens hun docent ook prima bij deze opleiding. Ja, want het is de opleiding Vorm en Ambacht. Een creatieve opleiding op VMBO-niveau. Een vooropleiding voor opleidingen zoals Sint-Lucas en zo, dat soort dingetjes.
En wij doen hier grafische vormgeving, maar ook keramiek, emailleren, alle soorten creatieve technieken geven wij de kinderen hier les in. De boom wordt als eerste ingezet bij de wijnfair van de Lions Club in Bernhezen. En daarna waarschijnlijk bij veel meer evenementen, want Stichting Leergeld heeft het extra geld hard nodig. In 2011 hadden wij 274 leerlingen die we geholpen hebben. Het is nu begin oktober en we zitten nu al op 399. Dus dat het nodig is dat we het doen, dat is hartstikke duidelijk.